This Cape Rugby TV feature is brought to you by Direct Access, your financial services partner, and Score Energy Drinks. Ach ja, it was a good game. It's not easy playing there up in on the high field, and the boys got stuck in, and the last 5 minutes of the game, we just told ourselves that to keep going, and we scored a winning try. I mean, it's always a plan, you know, to go up there and win the Lions. I mean, last time we won was back 4 years back. We won there, so yeah, it was important and important for us as a team going forward to just especially win the away games. And yeah, at the end of the day, we got it. Ja, ik moet zeggen, definitief gehelpen. Ik ben laatst week aan Riebeek geweest, was zo'n 40 graden. En het bij gehelpen. Ik ben ja, toen ze aangekomen in Tilburg, het was iets niets, maar net aangepast. Ja, ik weet niet, Jack was laatst jaar een finalist in de Super Rugby. En in die jaar, lijkt het weer een van de spannen om te kloppen. En ik moet zeggen, het gaat niet makkelijk wie ze zijn. Het is een baie fysische span, wat baie speel met hulle pak. En, maar die ouwens is recht en voorbereid voor wat kom je na week. Ik moet zeggen, ja, die ondersteuners uitgekomen de laatste twee games. En we proberen net om het stadion vol te maken naar game. En ik ben dus het laatste jaar op Nieuweland. Dus we proberen net om de supporters net die overwinning te geven als we thuis willen. Ik ben Scotland Massimila en je kijkt Rugby TV. This Cape Rugby TV feature is brought to you by Direct Access, your financial services partner, and Score Energy Drinks.